Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op 17 september. Na een frisse nacht met lokaal temperaturen rond de 3 graden zijn er nu brede opklaringen in Nederland. Alleen in het noorden zijn meer wolkenvelden aanwezig en in het midden hangt nu nog mist, maar dat verdwijnt snel. In de loop van de dag kunnen er wel weer een paar buien tot ontwikkeling gaan komen en de kans op onweer is daarbij aanwezig. Het is vanmiddag een graad of 16 tot 17 en er waait een zwakke tot matige wind uit het westen of noordwesten. Vanavond verdwijnen de buien en dan klaart het op. De temperatuur ligt vanavond rond de 12 graden. Maar vannacht liggen de minima tussen de 3 graden in het noordoosten en 8 graden aan zee. Opnieuw een frisse nacht dus en dan kunnen misbanken ontstaan. Die verdwijnen morgenochtend snel. Smiddags dus is het dan zo'n 15 graden en vallen er opnieuw een aantal buien met kans op onweer. De wind die is westelijk en overwegend matig. Ook dinsdag nog een aantal buien, maar wel minder frequent. Het wordt dan een graad of 16. Vanaf woensdag gaat het weer verbeteren. Het wordt overwegend droog en de temperaturen gaan geleidelijk aan omhoog. Donderdag wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.